Squid Game is overal op het internet. Bekijk de creatie van legendarische kamers met ons. Laten we beginnen. Neem dun piepschuim. Trek een lijn. Dit hebben we niet nodig. Teken een hoek. Scheid de details. Het is tijd om de tegels te plaatsen. Buig ontwerppapier. Teken parallele lijnen op dun piepschuim. We hebben 4 rechthoekige vormen gemaakt. Schets op blauw papier. Bedek het. Dan hebben we structuurpapier nodig. We gebruiken stukken voor gordijnen. Lijm ze op een blauw rechthoekig stuk, zoals dit. Maak de vouwen vast met een strijkijzer. Oh, wacht! Eet dat niet! Voeg de muren met gordijnen toe aan de vloer. Oh, wat gaan we in deze arena zien? Ho! Ik heb gehoord dat je lichten nodig hebt. Bedankt, Kerstman. De slinger fonkelt met warme lichtjes. Het zal perfect zijn voor onze tent. Op deze manier zal er geen afleiding zijn van het optreden. Vouw papier met structuur. Stroken zullen voorzichtig de draden bedekken. Een hele klos gouden kralen. Versier de gordijnen ermee. Het ziet er geweldig uit. Wauw, de details zullen dienen als elegante bekleding voor de gordijnen. We hebben een stuk piepschuim geschetst en een magische schaar knipt de stukken uit. Verf de bogen sprankelend rood. Het is zo glanzend. Een kaart met symbolen vloog voorbij. Piepschuim kreeg een nieuwe vorm. Installeer een boog op de helft van de cirkel. Vorm veel openingen. Trek de bollen erdoor. En blokken met batterijen zullen dienen als energiebron. Wauw, bogen fonkelen met kleurrijke lichtjes. Maak ze af met blauwe papieren inzetstukken. Gebruik glitterschijnpapier om de ingang te versieren. Er zit een gouden strook bovenop. Wat is dat? Een timer? Hebben we die niet nodig voor een voorstelling? Rietjes zullen steunen worden. De ingangen zijn hoog boven de arena. Het is zeer merkwaardig. Waarom hebben we een slinger nodig voor deze keer? Zullen we zien hoe de koorddansers balanceren? Installeer plexiglas zoals dit. Het is donker geworden. Er zijn zoveel lichten, maar zelfs zij zullen niet toelaten om een goede blik op de duidelijke panelen te krijgen. De spelers namen hun plaats in. Maar doorgewinterde koordansers zijn niet bang voor obstakels.
Eerst evalueren ze zorgvuldig de afstand. Ja, ze hebben een baan. Het zal moeilijk worden, maar we kunnen het aan. Het zal spectaculair worden. 3, 2, 1, het aftellen begint! Schets de basis voor de kamer op dun piepschuim. Wat een ongewone achtergrond. Knip het overtollige weg. Zet het vast met dubbelzijdige tape. Vorm de trap op een stuk piepschuim. Klaar. Installeer een stuk met achtergronden zoals deze. Dat is een zandlot. Wat voor kinderen zullen hier spelen? Fleurige rietjes en koffieroorstaafjes zijn een interessante combinatie. Verf ze groen, geel en rood. Wauw, er zijn er zoveel. We kunnen er een hek van maken. Voeg een horizontale balk toe. Klaar. Installeer ze rond de omtrek. Verf papieren rietjes in dezelfde kleuren. Maak één voor één parallelle staven. De tweede laag is groen. De bovenste is rood. Er is een hele doos met anti-stress speelgoed. Laten we een simpel dimpelspinner nemen. Schets een cirkel op schuimpapier. Knip het uit. Bedek de spinner. De carousel is bijna klaar. Oh, je kan waarschijnlijk geen sushi maken op deze mat. Leg bamboestokjes in het water. Oh, ze zijn al doorweekt. Omwikkel ze met touw en leg ze in het water. Droog het met een föhn. Een rode spies zal dienen als een as. Installeer het. Zet bogen rond de cirkel. Verf. Iedereen zal deze vrolijke carousel geweldig vinden. Bedek de bevestigingspunten onder een cirkel. We kunnen niet wachten om erop te rijden. Nu hebben we spiezen nodig. Knip de bovenste delen uit. Wauw, dat wordt een trap. De trap is klaar. Voeg een balk toe aan twee rietjes. Installeer een ladder onder een hoek. Installeer groene spiezen aan de zijkanten. Voeg een vierkant toe aan de bovenkant. Stel je voor hoe leuk het zou zijn om de trap op te klimmen en dan naar beneden te glijden. Oh, er zijn nog maar een paar kralen over van de armband. Knip het te veel weg. Ongelooflijk, de klei heeft zichzelf gemengd. Nu kunnen we de eerste soldaat maken. De jumpsuit is klaar. We moeten alleen nog fel roze verven. Voeg details toe. Teken een driehoekig symbool. Wauw, er is een hele troep.
De soldaten maken zich klaar voor een nieuw spel. Je kan op de carrousel stappen. Met de bal kun je je uithoudingsvermogen verbeteren. Hoe zit het met het naar beneden glijden? Oh, dat is het favoriete ding van elk kind om te doen. Kijk, de soldaten staan al in de rij.